Hey jongens, ik ben Dennis, ik ben Renske en vandaag hebben we weer een nieuwe Call of Duty commentary. En vandaag is het wat Call of Duty Black Ops 2. En het is een domination match op de map Studio. Het is met een AM94 met een silencer en quickdraw en verder rest non-lethal streaks. En het was niet echt de bedoeling om echt voor een nuclear te gaan of zo, maar ik kan gewoon een keertje non-lethal spelen. Het is een mooie match en ik zou zeggen, enjoy the gameplay. En het is niet super spectaculair, maar gewoon vet, weet je. In ieder geval, vandaag is het dus episode 11 van de Q&A-serie. En ik heb weer een hoop vragen gehad. En ik ga er ook gewoon proberen zoveel mogelijk weer te behandelen. Als jullie vragen voor mij hebben, laat ze dus achter in deze video. En dan zal ik de volgende keer weer vragen uitkiezen. Gewoon random vragen in deze video. En dan behandel ik er gewoon weer een paar. En ik kan ze nooit allemaal behandelen, snap jullie wel. Want dan krijg ik enorm lange video's. En anders blijven daar geen vragen meer over. Dus zo simpel is het. In ieder geval, ik moet toegeven, deze keer waren er niet heel interessante vragen. Niet echt vragen die... waarvan ik dacht van, nou, dat is interessant om over mij te weten. Maar het zijn wel gewoon wat leuke vraagjes. Dus ik denk, weet je wel, we gaan ze gewoon behandelen. En ja, wie weet dat jullie dadelijk gewoon ineens op heel veel super vette vragen komen voor de volgende episode. Dus de eerste vraag, die is van Kaner Kaya. En ik heb vaker vragen van hem gehad. En ik weet nog steeds niet precies hoe ik zijn naam moet uitspreken. Dus ben jij dit? Alsjeblieft, laat me weten, hoe moet ik jouw naam precies uitspreken? Want ik voel me zo kut als ik dat verkeerd uitspreek. Dus sorry als dat zo is. Maar in ieder geval, zijn vraag is Toby of PewDiePie. En Toby neem ik aan, Toby Turner. Ook groot YouTube kanaal. En ik moet eerlijk zeggen, vroeger heb ik zijn kanaal veel gekeken. Tegenwoordig kijk ik het totaal niet meer eigenlijk. Zo simpel is het. Ik weet ook helemaal niet meer wat hij allemaal uploadt. Ik denk gewoon een beetje dingen als Minecraft of zo. Maar wat hij vroeger had uploaden, dat waren van die voice-overs van trailers. En dat was echt enorm vet. En dat is ook de reden waarom ik eigenlijk op zijn kanaal ooit terecht ben gekomen. En ik kijk hem eigenlijk nooit meer tegenwoordig. Dus ik moet kiezen voor PewDiePie. Want PewDiePie kijk ik eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds. En misschien niet elke video, maar wel veel. En ik moet toegeven, PewDiePie is gewoon een genius. Hij is echt geniaal. Echt een vette vent. Echt goede video's. En ik kies dus voor PewDiePie. De volgende vraag is van Mokkerman070. En die vraagt, heb je broertjes of zusjes? Nou, ik weet niet wat jij van plan bent, omdat je dat wil weten, hè? Maar, nee, ik heb geen broertjes, ik heb geen zusjes, ik heb ook geen broer. Ik heb wel een zus, eentje. En we zijn dus met z'n, met z'n vieren thuis eigenlijk. Twee ouders, ik en mijn zus. Mijn zus is 7 jaar ouder dan ik, dus als je weet hoe oud ik ben, zou ik zeggen, ga maar rekenen, dan weet je ook hoe oud zij is. En zo nog steeds thuis. En, ja, dat was het. Ik heb één zus dus. De volgende vraag is van Lars Nijhuis. En hij vraagt Enzo of Milan. En ik vind het altijd een beetje moeilijk om tussen mensen te gaan kiezen. Nou, deze comment had redelijk veel likes. Nou, dat willen jullie wel weten. Maar ik kijk eigenlijk geen van beide kanalen. En zoals ik al zei, ik kijk vrij weinig Nederlandse video's. En zij zijn allebei Nederlands. Maar ik vind het altijd moeilijk om ergens tussen te kiezen. Vooral omdat ik eigenlijk niet weet wat ik moet kiezen omdat ik geen van beide kijk. Maar toch kies ik maar voor Enzo. Omdat ik eerlijk gezegd Enzo zijn video's vaker gezien heb als die van Milan. Dus ja, dan kies ik toch maar voor Enzo. En ja, niet echt goed onderbouwd, want ik kijk zijn video's verder rest eigenlijk niet, dus simpel is het. De volgende vraag is van Johan de Vlaai en die vraagt Tremor of Freefall. Nou, ik weet niet of jullie ooit Freefall gespeeld hebben, of jullie überhaupt deze map kennen. Maar dat is de meest verschrikkelijke map in Call of Duty. Even serieus, in elke Call of Duty die er is, vind ik dit hooguit de slechtste map die er ooit is geweest. Ik vind hem zo enorm kut. Dus sowieso Tremor. Tremor is op zich een goede map. Dus laat alsjeblieft in de comments achter wat vinden jullie van Freefall. Want ik vind hem zo slecht. En het ergste van alles is dat dit nog een special was. Deze map kreeg je als je de game gepreorderd had of de special edition had. En het is zo'n slechte map. Het is echt verschrikkelijk. Dus sowieso Tremor. De volgende vraag is van GamingTube. En die vraagt, heb je ooit een woedeaanval gehad? Ben je bij iets of iemand te ver gegaan en later dacht van, what the fuck heb ik nou gedaan? PS, ik vind je video's awesome. Super bedankt, GamingTube. En jij bent ook awesome. En dit zijn meerdere vragen in één. Dus of ik ooit te ver ben gegaan bij iemand, denk ik niet, eerlijk gezegd. Woedeaanval, ja, wat is een woedeaanval? Laten we zo zeggen, ik heb vroeger heel veel geraged. En dan van game, weet je wel, dat ik gewoon zo fucking boos was. Iets gewoon, zo'n onzin is. Ik kan heel slecht tegen mijn verlies als ik er niks aan kan doen, weet je wel. Als het iets is, hoe goed ik ook ben, het is gewoon een naaistreek, snap je? En dan kan ik enorm boos worden. Tegenwoordig heb ik dat wel een beetje in bedwang, maar vroeger was dat enorm erg. En ik heb dus ook heel veel dingen kapot gemaakt, waaronder ook heel veel controles. Ik heb... even kijken, ik heb 5 controllers voor de PlayStation 3, dat zegt denk ik al genoeg. Waarvan er eentje echt fatsoenlijk is, de rest niet zo heel erg meer. Ik heb deze, in ieder geval deze zijn op zich nog heel, zou ik zo zeggen. Er zijn er al geweest met gaten erin. Dus dat is iets waar ik niet echt trots op ben, waar ik achteraf gedacht heb, oh, wat heb ik nou weer gedaan, weet je. Dan heb je daar die controle, denk ik, kut, wat heb ik nou weer gedaan.
Tegenwoordig doe ik dat niet meer. Ik maak eigenlijk zo goed als niks meer kapot. Ik gooi soms nog wel met mijn controls, niet echt op de grond, maar gewoon mijn bro van kut, weet je wel. Ik heb lang niks meer kapot gemaakt. Het enige waar ik me nou nog een beetje op afreageer is natuurlijk schelden, dat doet denk ik iedereen. En ik drink altijd cola uit blikjes cola. Dus als dat leeg zijn, dan reageer ik me af op zijn blik, knijp ik hem kapot. En dan gaan we verder. Dus dat doe ik tegenwoordig nog. Maar in ieder geval, een moment dat ik denk van what the fuck heb ik nou weer gedaan, dat is denk ik wel vroeger toen ik veel raged eigenlijk. Dus laten we het daarop houden. De volgende vraag is van Honey Epel en die vraagt, wat is je favoriete film? En mijn favoriete film is denk ik The Fast and the Furious. En ik weet niet of je deze film kennen, maar dit is denk ik wel mijn favoriete film. Want ik kijk enorm veel films en bij mij is zo, als ik een film één keer heb gezien, dan hoef ik hem niet meer te zien. En ik heb echt extreem veel films gekeken, noem maar één op, ik heb hem waarschijnlijk gezien. Alleen met The Fast and the Furious is er iets, die kan ik overnieuw blijven kijken. En The Fast and the Furious 1, die heb ik denk ik al honderden keren gekeken. En ik kan hem nog steeds gewoon met plezier kijken. Ik heb ze allemaal ook op DVD en Blu-ray. En dat is denk ik toch wel mijn favoriete film. Het is misschien niet de beste film die ik ooit gezien heb. Maar gewoon mijn favoriete film in het opzicht dat ik hem nog steeds gewoon met plezier kan kijken. Dus denk The Fast and the Furious. De volgende vraag is van YOLO Hondje YOLO. En die vraagt, heb je een huisdier? Zo ja, wat voor huisdier? Zo niet, wat voor huisdier zou je willen? Ik heb een huisdier, ik heb een hond en die hond heet Blackie. Als je me volgt op Twitter of waarschijnlijk Instagram vooral, dan zullen we waarschijnlijk al een keertje gezien hebben. Die wordt dus een kleine hond, om heel eerlijk te zijn, ik heb geen flauw idee hoe oud die precies is. Volgens mij 1 of 1,5 of zo. In ieder geval, hij heet dus Blackie, het is een boerenfox, klein hondje is dat. En hij is zwart met wit en een klein beetje bruin volgens mij. Dus dat is vooral huisdieren. We hebben verder zo kippen, vogels en vis en zo, maar dat zijn niet huisdieren, weet je. Een huisdier is een hond of een kat of zo. Dus een hond en die heet Blackie. We hebben vroeger wel dingen gehad, zoals bijvoorbeeld een konijn en een hamsters verschil. Zo'n kleintje hadden wij en een keer zo'n grote. Dus geen cavia, maar gewoon een grote hamster. Ik weet niet hoe die dingen precies heten. Maar daar hebben we tegenwoordig allemaal niet meer. Daar schiet allemaal niet op. Maar echt een huisdier hebben we dus maar eentje, dat is een hond. En ik zou geen andere huisdieren willen. Ik bedoel, katten vind ik leuke beesten, maar ik zou geen katten willen. Zulke dingen. En ja, twee honden is leuk en alles, maar ja, het is goed zoals het is. Dus De volgende vraag is van Menno Fase en die vraagt DDG of DHD? En DDG, dus David Games volgens mij, en DHD, Dagelijks HD. Ik kijk geen van beide kanalen. Ik kijk vrij weinig Nederlands, heb ik 100 keer gezegd, dat weten jullie. Als ik tussen deze twee moet kiezen, dan heb ik weer zoiets. Weet je, ik heb er niet echt een onderbouwde mening over, omdat ik ze niet echt kijk. Maar dan denk ik toch DDG, omdat ik die toch vaker heb gezien als DHD. Dus ik ga voor dus David Games. Nou, de volgende vraag is van Gokan Kukur en die vraagt welk programma gebruik je om je video's te bewerken? En het programma dat ik gebruik is Sony Vegas. En zelf heb ik Sony Vegas Pro 13. Is een heel fijn programma en is ook een best duur programma. Ik gebruik het al heel lang, ik gebruik het al sinds dat ik ben begonnen met YouTube. En als jullie dit programma zoeken, dan raad ik je aan om het gewoon te gaan downloaden. En ik weet het is slecht om dingen te gaan downloaden, maar dat programma is enorm duur. Dat kost 500.000 euro volgens mij. En ik heb hem zelf gedownload, geef ik toe. Ik weet niet meer waar ik hem precies gedownload heb. Als jullie het willen weten, dan zou ik zeggen, kijk maar gewoon een beetje op YouTube. Dan kun je er van eigenlijk wel vinden of op Pirate Bay of zo. Je kunt hem altijd wel ergens downloaden, zo moeilijk kan het niet zijn. Maar in ieder geval, dat programma gebruik ik dus om mijn video's te editen. Verder rest gebruik ik Audacity om mijn stem te recorden. En Elgato om mijn video's te recorden. En de software van mijn Logitech webcam om mijn facecam te recorden. En vervolgens zet ik dus alles in Sony Vegas en dan render ik het in Sony Vegas. En een heel fijn programma, het ziet er dus heel ingewikkeld uit, is het niet. En toppie. Nou, de volgende vraag is van Laro Beekveld. En die vraagt, doe je veel klusjes in huis? En zou ik heel eerlijk zijn, nee. Ik doe niet veel in huis. Ik ben een heel lui type. En dat is gewoon zo. Maar ik doe wel een klein beetje in huis. Het enige wat ik doe is, ik heb 2 kamers. 1 slaapkamer en 1 gamekamer. Ik doe toevallig mijn gamekamer stofzuigen. Dat is eigenlijk het enige wat ik doe. Hoeft niet per se. Maar doe ik gewoon een beetje uit mezelf. En dat is eigenlijk het enige wat ik doe. Soms een beetje de tafel afhalen. En dat is eigenlijk alles. Vroeger deed ik wel wat meer dingetjes. Meer. Eigenlijk niet echt veel meer. Tafel dekken. Meer niet. Eigenlijk tafel dekken, that's it. Dus het enige wat ik nou doe is stofzuigen in deze kamer. Niet in zo'n slaapkamer. En dat is alles. Dus vrij luid type. Niet echt goed. Ik zou het niet doen. Ik zou gewoon veel klussen huizen als ik jullie was. Alleen ik ben er te lui voor. Sorry. De volgende vraag is van Ralf Cornelissen. En die vraagt, wat vinden je klasgenoten van je YouTube kanaal? En ik weet niet of jullie ook een YouTube kanaal hebben. In ieder geval, ik had besloten om niks te zeggen. En alleen mijn echte maten die wisten het. Maar mijn klasgenootjes,
die wist het over het algemeen niet. Tot aan de laatste paar maanden van het jaar. En ik had het lang, had ik het verzwegen als het ware. Ik had er gewoon niks over gezegd. Ja, niemand hoefde het te weten, weet je wel. En er was iemand en die had het toevallig gezien. En die had het toen een keertje hard op gezet. Ah, dat is zoiets met YouTube kanaal. En toen vroeg ze een beetje na. En ze vindt het best wel grappig. Ze zit een beetje mee te dollen, weet je wel. Dat interesseert me niet zo heel veel. Maar ja, ik had het liever gewoon... Ja, ik noem het niet echt privé, maar... Ik had het liever gescheiden houden, weet je wel. Nou, bijvoorbeeld... de opleiding wat ik doe, daarbij heeft iedereen een laptop. En iedereen die kan gewoon op internet. Iedereen zit gewoon muziek te luisteren, YouTube-films te kijken. Zolang je je werk maar afkrijgt, maakt het in principe niet uit. En soms dan zetten ze bijvoorbeeld een video van mij op, gewoon te kutten, weet je wel. En dan hoor ik dat zo. En dan vind ik gewoon een irritant idee. Niet omdat het mijn video is, of dat ik mijn eigen stem hoor. Maar omdat ik weet dat ze doen om mij te kutten, weet je wel. En dat vind ik niet echt leuk, maar ja, volgens mij... Zij vindt het wel grappig, maar verder rest ja, boeit het hun ook niet echt, hè. Dus ja. Nou, de laatste vraag is van Danny Goebbels. En die vraagt, wat is je favoriete genre qua films? Actie, comedy, adventure, sci-fi, PS, Boss, Dennis. Nou, dankjewel. En mijn favoriete genre qua films. Dat is eigenlijk een beetje moeilijk, omdat ik echt alles kijk. Noem het maar op, ik kijk het. Het boeit me helemaal niks. Ik kijk vooral actie, dus dat is denk ik wel een beetje mijn favoriete. En ja, ik heb gewoon een beetje van die momenten. Soms heb ik echt zoiets van, ik wil actiefilms kijken. Soms heb ik zoiets van, ik heb nou echt zin om horror te kijken. En soms juist weer met comedy. En dat is maar net het moment, weet je wel. Daar heb ik even een fase van, dan wil ik echt heel veel van dat soort films kijken. En meestal dan gewoon standaard actie, daar kan ik altijd naar kijken. En comedy eigenlijk niet, want soms dan vind ik dat zo flauw en dan kan ik er niet naar kijken. Ik moet wel echt in de stemming zijn om een comedyfilm te kijken. Dus mijn echt favoriete genre is gewoon simpelweg gewoon actie, weet je wel. Maar ik kijk echt alles, dus ja, ik ben eigenlijk heel erg open-minded als het gaat om films. Ik vind alles, ja, goed, ik bedoel, ik kijk wel en I don't give a fuck. In ieder geval, dat waren eigenlijk alle vragen. Dus ja, als jullie vragen hebben voor mij, zou ik zeggen, laat achter in deze video. Misschien behandel ik de volgende keer wel jouw vraag. En dat was het dan voor vandaag. Dus ik zeg, volg me op Twitter, Instagram, Facebook. Like de video als je het leuk vond. Abonneer voor meer. En trouwens, abonneren is handig. Want als je abonneert op mijn kanaal, dan krijg je altijd een melding als die persoon dus een nieuwe video uploadt. Dus als je abonneert op mijn kanaal, dan krijg je bijvoorbeeld dagelijks een melding van, hey, Dennis heeft een nieuwe video geüpload. Ga hem kijken, want die video is fucking awesome. En dan ga je hem kijken en dan vind je hem leuk en dan zijn we allemaal blij. Dus dat kun je doen. Maar in ieder geval, dat was het dus voor vandaag. Dus als je het leuk vond, laat een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houdoe.